En weergewichtig niet gewonnen. Nee, het is alsof de duivel me speelt. Pech bleek opnieuw een onneembare horde voor PSV. PSV kwam niet verder dan 1-1 en je kunt ook niet zeggen dat dat onverdiend was. Regen symboliseert de staat waarin PSV momenteel verkeert misschien wel het best. Maar weer of geen weer, deze meneer had via wensrijders de dag van zijn leven. Op de foto met de selectie van PSV. Zelfs de nog geblesseerde Jorginho Wijnaldum kwam even een handje schudden. Op dit jaar lijkt een beetje een vloek te rusten. PSV bestaat 100 jaar en eigenlijk vanaf het begin af aan is alles wat de club wilde bereiken is zo'n beetje mislukt. Het jaar begon al met een dramatische wedstrijd tegen PEC. Die 1-3 waarbij Erik Pieters daarna ook nog een ruit doorsloeg. Nou ja, daarna ging het kampioenschap de mist in, het incident in de Kuip, de bekerfinale die werd verloren. Nou, PSV ligt inmiddels opnieuw uit de beker. PSV slaagde er niet in om de Champions League te bereiken. En inmiddels in de competitie heeft PSV ook alweer heel veel achterstand opgelopen. Nou, voeg daarbij nog de statistieken. De afgelopen 16 wedstrijden won PSV er maar 4. PSV is dit jaar in geen enkele eredivisiewedstrijd erin geslaagd om de 0 te houden. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar je toch wel, zeker als PSV-volger, waarvan je denkt, ja, hoe kan dat allemaal? Maar het gebeurt. Ola Toivonen moest zaterdag wegens ziekte verstek laten gaan. Hij stond maandag gewoon weer op het veld. Blessures spelen echter een grote rol in de huidige malaise. Je moet ook niet vergeten dat PSV met een pak blessures kampt. Zaterdagavond, op een gegeven moment, als je alles optelt, mist men gewoon 8-9 spelers. Terry Kiek was bijvoorbeeld maar 60 minuten inzetbaar. Nou ja, dan is op een gegeven moment Bakkali, Schaars zijn geblesseerd. Soet, Park, Wijnaldum, tel het allemaal op. Toivonen ziek. Het is nogal wat. Nou ja, dan voeg daarbij het gegeven dat bijvoorbeeld Maher volledig uit vorm is. Dat een aantal jongens nog niet het niveau heeft. Bijvoorbeeld Narsing, wat normaal zou moeten zijn. Ja, dan wordt het ook wel heel erg moeilijk. Dus PSV heeft zeker een probleem aan de medische kant. Maar de resultaten zijn natuurlijk onacceptabel. PSV moet altijd thuis winnen van PEC. En een 1-1 mag niet de maatstaf zijn. PSV moet winnen van PEC. Dat kan alleen maar de norm zijn.